De rechtszaak tegen de oud-directeur van het havenbedrijf, Willem Scholten, wordt vandaag hervat. Zijn verdediging mag het woord gaan voeren. Justitie eiste vorige week 3 jaar cel tegen Scholten. Hij wordt verdacht van 1,2 miljoen euro aan steekpenningen te hebben ontvangen. Scholten zelf ontkent dit. De Randstadrail tussen het Centraal Station van Rotterdam en het station Den Haag Centraal trekt dagelijks ruim 17.000 reizigers. Dat is ruim 3.000 meer dan waar de stadsregio Rotterdam aanvankelijk op had gehoopt. Het nieuwe tracé, dat voor een deel over de Houdenhofpleinlijn loopt, werd ruim een maand geleden geopend. De verwachting is dat in 2014 dagelijks 28.000 reizigers gebruik maken van de lijn. De nieuwe Kuip in Rotterdam wordt kleiner dan in eerste instantie was gepland. Het voetbalstadion kreeg geen 80.000 stoelen, maar ongeveer 68.000 zitplaatsen. Wel blijft er een optie om het stadion verder uit te breiden als Nederland het WK van 2018 of 2022 krijgt toegewezen. Door de bouw van een kleiner stadion is het gemakkelijker om de exploitatie rond te krijgen. Het Erasmus MC in Rotterdam kan meer onderzoek gaan doen naar geneesmiddelen gebruikt door kinderen. Het ziekenhuis ontvangt daarvoor 1 miljoen euro aan subsidie. Het Erasmus MC gaat met het geld onder meer uitzoeken bij welke dosering medicijnen tegen het afstoten van getransplanteerde organen het beste werken. Ook wordt onderzoek gedaan naar mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen bij kinderen op de lange termijn.